Mijn vader heeft in 1964 een vereniging opgericht, Vrienden van de Zaanse Schans. Ja, ja. Dat was, hij zat in het gemeentebestuur en er werd gezegd, alle instanties hebben nu meegedragen, maar de burgerij wil aan de hand nog niet. Nou, toen heeft hij dat opgericht. Dat heeft hij tot aan, denk ik, eind 70er jaren, begin 80er jaren gedaan. Ja. Toen is Ronsman zijn opvolger geweest. Ik had toen in die leeftijdsfase nog niet zoveel belangstelling voor erfgoed, want ik woonde in de polder. Ik was boer in Leidewormen, zal ik maar zeggen. Ja. En ik was met mijn werk bezig in Amsterdam. En toen kwam ik hier wonen en toen zei Ronsman, hé, dat is de zoon van die oude Andries Bouwman, ja, van wie ik het overgenomen heb. Die halen we in het bestuur. Nou, zo ben ik erin geraakt in de eind 80er jaren. En toen ben ik voorzitter geworden. En toen heb ik vaak, mijn vader was overleden, als we naar een jaarvergadering gingen, even naar boven gekeken. Van, ja hoor, ik doe het waar jij mee begonnen bent. Ja, mooi hè? Ja. En die gaat binnenkort afscheid nemen. Ja, en toen hebben we, dat is ook nog heel belangrijk geweest, een fusie met die... inmiddels was het al langs Vrienden van het Zaanse Huis, want de Zaanse Schans was, dat was te klein eigenlijk. Hè? Ja. En toen hebben we een fusie met de industriële groep gedaan. En dat was heel erg fijn. Joop Kneijnenberg was daar de voorzitter. We lagen elkaar erg goed. En dat is nu Zaanse erfgoed. En daar neem ik nu na, nou ja, 80 jaar, 30 jaar afscheid van. Op 86-jarige leeftijd. Dan gaat er wel een traantje weggepinkt worden, denk ik. Ja, nou, ik ben niet echt emotioneel. Dat niet. Het is goed zo. Het is... Maar u hebt wel ook in het bestuur gezeten van de Stichting Zaanse Pakhuis. Ja. En hoe dat, heb u ermee gehad? Ik kwam hier en toen werd ik dus ook bij Zaans, Zaan en Dijk. En ik ben overal, behalve bij het erfgoed ben ik altijd erg secretaris geweest. Ja, ja. Nou, ik werd dus meteen secretaris van Zaan en Dijk. Daaruit voortvloeide toen de Zaanse Pakhuis. Via vooral Wietema? Ja, allemaal via Wietema. En toen werd ik daar ook een beetje automatisch ook secretaris van. Ja. En dat was natuurlijk heel succesvol, die Zaanse Pakhuis. Zo. Een ongelooflijk voorbeeld van een succesvol initiatief. Hè? Ja, en nog steeds, hè? Ja, het is allemaal machtige jonge mensen. En leuke opvolgers allemaal. Ja, fantastisch. Die heel actief zijn. En nou weet ik het weer. Gisteren heb ik nog een heel verhaal gehoord over Pakhuis Wormerveer aan de Zaan. Daar ja. En dat gaat ook goed. En dat is dan de volgende stap weer van Zaanse Pakhuizen als dat doorgaat. Ja. Dus dat is... Ja, er zit nog meer in de pijplijn, geloof ik. Ja, nou, dat zal wel. Een van de dingen die ik nog kwijt wil, is de belangrijke omwenteling van de overheid. Toen ik begon, waren wij nog de groene plankenmaffia. Ja, 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 ja. Als we dan met een project kwamen, dan zei de ambtenarij in Zaanstad, die zei, oh, daar heb je ze weer, dan hebben we weer vertraging. En die willen allemaal dingen die niet kunnen. Nou, en in de 90er jaren, eind 90, is dat omgedraaid. En Zaans Erfgoed werkt nu samen met de plaatselijke overheid. En dat is zo fantastisch. Dat is beter. Dat is zo'n verandering. Want nu de hele gemeenteraad, er zijn natuurlijk een paar voorvechters en een paar aarzelaars. Maar die vindt ook dat je dat Zaanse erfgoed moet bewaren. En vroeger was het van, nou ja, och. Flauwekul en het kost alleen maar geld en nou ja, fijn. Ja, want Pieter van Vollenhoven, meester Pieter van Vollenhoven, die vond het ook erg belangrijk, het particuliere initiatief, hè? Ja, ja. En Ruud Pauw is natuurlijk ook in de gemeenteraad een voorstander van. Dat is een van de mensen die altijd in de gemeenteraad, als het nog een keertje wat de andere kant op gaat, die dan protesteert en zegt, jongens, dat moet je niet slopen. Maar het leuke is dat Zaanse Erfgoed nu, die heeft een heleboel kenners in de vereniging. Die maken nu plannen en tekeningen en restauratieprojecten voor de gemeente. En de gemeente die bijvoorbeeld, als dat zo uitkomt, die verklaart ze dan tot gemeentelijk monument. En dat is een prachtige samenwerking natuurlijk. Ja. En die was er niet. Nee. U woont ook in een monument? Nou, nee, het is geen monument. Is het geen monument? Nee.
Ik vind hem wel erg mooi trouwens, het pand, hoor. En een kralentuin heeft u, hè? Heb je achter wel eens gekeken? Nee. Dan moet je even doen. Dan. Ja, maar ik zie de kralentuin, daar heb ik al eens eerder... Die heeft mijn vrouw gemaakt. Heb ik al eens eerder een film van gemaakt. Oh. Toen ze de kralentuin in de Zaanse Schans gingen maken, heb ik dat al eens een keertje... Ja, als een soort voorbeeld. Ja. Dan gaan we ook even achterkijken. Ja, dat is goed. En u bent Henk. Ja. Ja, ik weet het. Maar goed, ik zeg het nog even voor de kijkers eventueel. Ja, ik was bladeren aan het vegen, hè? Voor ik ben bollen aan het planten. Ja. Hier zie je het Zaanse karakter van het huis, ja. Schitterend, hè? Een moddersteen in de tuin. En hier zie je het. Wat is dit mooi, hè? Ja, fantastisch. Fantastisch. Dit is wel erg mooi, hè? Het is ook wel net in de verf gezet. Dus, hij komt precies mooi, op tijd. Het lijkt wel of ik het geroken heb. Dat het in de verf gezet is. Ja. Fantastisch. En maakt u daar ook wel eens gebruik van? Van het theehuisje? Heel vaak. Als er een beetje de zon schijnt, doe ik daar mijn middagtutje. Ach, heerlijk zeg. En dan naar de moldertjes kijken? Dit is eigenlijk de reden dat ik hier woon. Mijn vrouw, wij woonden heerlijk in de polder, in de Rijdenworm. Ja. En die wou eigenlijk niet weg. Wat moet je nou met zo'n groot huis en zo? En toen zag ze dit. En ze zei, nou, dit is wel heel bijzonder, ja. Ja, nou ben ik verkocht. Ja. Voorzichtig dat het niet open slaat, hoor. Vanwege die glas. Oh, zit een haakje eraan. Ja, dat is mooi. Dat is allemaal geregeld. Kijk eens, idyllisch. Met geraniums, hè? U zit achter de geraniums. Ja, ik ook, hoor. Oh jee. En de vogelhokjes. De pietenhokjes. Ja, dat is... Met plantjes. Ja, u was bladeren aan het ruimen. Ja. En toen kom ik u lastig vallen. Nou ja, dat moet je horen, ik heb de hele dag nog. We hebben even overwogen of we nog ergens heen zouden gaan, naar het strand of zo. Als je 86 bent, laten we toch maar rustig gaan. Ja, precies. En ik zie dat die film maar slecht ook hierbij is. Maar niet slecht. Hoe is het met u? Wel goed. Schilder. Met u? Ja, lekker. Ik denk dat u is bezig met het interview. Ja.